In Westbroek is op het eind van de middag op donderdag 5 maart een auto te water geraakt op de Dr. Welverweg. Over de oorzaak is niets bekend, maar de chauffeur en zijn hond konden zichzelf uit de auto redden. Beiden zijn niet gewond geraakt. Een takelbedrijf heeft een wagen uit de sloot getrokken. 2 jaar geleden, in maart 2018, raakte op nagenoeg dezelfde plek een auto te water. De Dr. Welverweg was een uur lang één grote file.